Hallo iedereen, welkom in een nieuwe week en een nieuwe video waarin dat we eens gaan kijken hoe dat de energieën zitten. Ik hoop dat jullie het nog altijd overleven, hoe dat we door deze transitie gaan. En dat je de kracht en de moed hebt om te blijven geloven in jouw visie en in hoe dat je diep van binnen voelt dat er mogelijk is. En dus je niet laat afleiden door de 3D-wereld om te zien of dat jouw specifieke persoon er nog niet is, of het geld er nog niet is, of de klanten er niet zijn, of het huis dat je wou er niet hebt, of wat dan ook. Want de afgelopen maand zijn we doorheen die tunnel gegaan, zoals ik ook gezegd had. Met als doel om dieper te begrijpen waar dat onze wonden, onze diepste wonden, over gaan. Een van de manieren waarop dat je op een andere manier er ook nog meer informatie kan rondkrijgen, als je op dit moment nog niet echt helder hebt wat is de rode draad, dat is eigenlijk jouw astrologische kaart bestuderen. En vooral specifiek in het stuk waar dat planeet Saturnus gelegen is en waar dat jouw Chiron, dus de gewone healer, waar het verbonden is met je wonden, waar dat die liggen. En afhankelijk daarvan ga je dan zien wat dat jouw wonde is, wat dat de lessen zijn dat Saturnus jou wilt leren. Want waar dat Saturnus ligt, dat is eigenlijk de plaats waar dat jij jou het meeste gebroken zal voelen. En dat is exact wat er eigenlijk de afgelopen maanden zelfs gebeurd is onder invloed van Uranus en dan Jupiter en Chiron, die in bepaalde posities gestaan hebben ten opzichte van enerzijds Venus, anderzijds ten opzichte van Mars, maar ook ten opzichte van elkaar. Wat doet dat het super lastig en super precies harder voelde alsof dat het nu echt wel het einde van de wereld is. Ik zou bijna zo verwoorden. Wil je meer weten over je lot en wat je missie hier is, dan kan je eigenlijk gaan kijken waar dat de vertex staat. Dus V-E-R-T-E-X geschreven. En waar dat dan, in welk huis en in welk welke zodiac staat, dan dat gaat dan weer vertellen over wat dat je hier eigenlijk te doen hebt. Maar let op, daar gaat dan niet staan van jij bent hier om een dierenarts te worden, bijvoorbeeld. Dat gaat er niet staan. Het gaat wel andere dingen zijn, zoals bijvoorbeeld gebruik je stem, dus je communicatie, via het voordeel van de wereld, bijvoorbeeld. Dat is een van de dingen die bij mij staan. Dus het is niet zo heel concreet en dat is een misopvatting dat heel veel mensen hebben en dus heel veel mensen zich in vastzetten. Nu, dat gezegd zijnde, gaan we eens kijken. En de eerste kaart die eruit floept is de 2 van wanten. Die verwijst naar het ram, waar we juist uitgekomen zijn. We zijn eindelijk aangekomen in het stierseizoen. Dus dat is meer aarde, dat is iets rustiger. Maar dat is wel ook meer gericht op het fysieke. Als je weet dat nu aankomende woensdag volle maan is in schorpioen. En van de dag daarna dan eigenlijk Mercurius weer vooruit gaat. Dat gaat ons ook helpen om de dingen dat we, de inzichten dat we afgelopen weken hebben gekregen, wat dat we niet meer willen, om in het fysieke te gaan brengen, om actie te gaan nemen. En daarom krijgen we ook deze kaart, want ze ligt ondersteboven, omdat eigenlijk voor de meesten, daarom niet voor iedereen, maar wat zegt ze, dat er eigenlijk nog geen duidelijke strategie is waar je heen wilt. Ik ga een voorbeeld geven in mijn eigen leven. Ik zeg al jaren dat ik naar het buitenland wil verhuizen. Maar tot nu toe was dat nooit echt duidelijk welk land of welke regio of welke richting. Ja, iets warmer, maar dat was het dan ook. En de afgelopen weken hebben voor mij daar ook wel heel veel nieuwe inzichten in gebracht. En het wordt ook altijd maar duidelijker en duidelijker op welke manier dat zich dat zal en kan ontvouwen. Maar ik heb nog niet volledig het volledige stappenplan. Ik heb nog niet het volledige plaatje. En dat hoeft ook niet, want dat is ook uiteindelijk hoe dat manifestatie werkt. Je hebt een bepaalde visie, je hebt een bepaalde droom, een diep verlangen. En van daaruit zeg ik, oké, universum, dat is hetgeen dat ik wil ervaren. Toon mij, hoe kan ik daar komen?
En dan komen er verschillende mensen en situaties op je pad, zodanig dat jij leert om die persoon te zijn die in staat is om dat diepe verlangen dat je hebt ook te gaan ontvangen en ervaren. Wat is hetgeen dat we nog hier rond moeten weten? Wat is het advies dat we kunnen geven? Oeps, en dan vliegen er een heleboel uit. Wacht, hè. Ik ga eventjes ze allemaal naast elkaar leggen, dan kan ik het ook beter uitleggen. We krijgen de 10 van wanten met de hele duidelijke boodschap, leg je lasten neer. Met de 7 van zwaarden, met de boodschap, niet alles is zoals dat het lijkt. Met de 9 van wanten, het is een test van je vertrouwen en geloof. En de queen van munten, met consummate hostess. En ook verbonden met het stierteken. Dus, hetgeen wat ik daarnet allemaal aan het uitleggen was, is eigenlijk hetgeen dat zich hier aan het afspelen is, ook in de kaarten. Want, het is maar pas wanneer dat je je zorgen en je angsten en al die schaduwen durft neer te leggen, en ze niet meer mee te sleuren in jouw heden, dat je ze ook niet meer gaat aantrekken en niet meer verder gaat blijven manifesteren in de toekomst. Maar, wat is er belangrijk daarin? Controle te krijgen over je gedachten. Dus vandaar heb ik ook de 7 van zwaarden krijgen met het is niet wat het lijkt. Waarom? Omdat we nu vaak, of heel veel mensen, wanneer het gaat over manifesteren, zeker wanneer het gaat over geld of een specifieke persoon, dan gaan we gaan kijken van, ah ja, maar kijk, zie, het antwoord niet op mijn bericht. Zie, ik heb geen bericht ontvangen. Kijk, zie, dus ze zijn nog altijd niet bij mij. Kijk, ik heb dat geld nog altijd niet op mijn rekening. Ik heb die rekening nog niet kunnen betalen. Dus allemaal dingen die bevestigen van, zie wel dat er niet is. Dus eigenlijk op dat moment ben je vooral verder aan het kracht en energie aan het geven aan de dingen die er nog niet zijn. En dus dat is een van de elementen die je nodig hebt om uiteindelijk te kunnen komen tot die King van Pentacles, die Queen van Pentacles, die volledig alles heeft wat ze moet hebben. Op elk vlak, of dat nu gaat over geld of wat dan ook, zij weet dat vervulling en het goed voelen en vrijheid en innerlijke rust, dat dat niet komt van de buitenwereld. Maar een toestand is, een innerlijke zijnstoestand is, of gewoon, zelfs gewoon een zijnstoestand, innerlijke hoeft er niet bij, gewoon een zijnstoestand, gewoon door te vertrouwen in het proces, door te leren mee te gaan in die natuurlijke stroom, en door constant heel bewust te zijn van, wat denk ik hier nu in deze situatie? En iedere keer de beweging te maken van, ik onthecht van het resultaat dat ik verwacht. En geloof mij, dat gaat echt in heel veel situaties zo. En eigenlijk iedere keer wanneer je weerstand voelt, of wanneer je frustratie voelt, moet je zelf eigenlijk bij de kraag pakken en zeggen van, oké, wat is nu hetgeen wat ik hier nu weer veel te veel hecht aan ben en veel te veel afhankelijk ben en veel te veel vanuit mijn mind wil gaan vormgeven? Want dat is, en daarom krijgen we nu ook de magier met het pre-manifesteren, dus net voor het manifesteren, daar is waar dat over gaat. En dat is ook waar hij nu zit. En naarmate gaat daar ook meer resultaat over zien van je manifestatie, naarmate dat we meer in tweelingenseizoen zijn. En als ik mij goed voor heb, wacht, laat mij eventjes checken op mijn dingen, wat erop staat. Nee, het staat er niet op. Maar volgens mij is een tweelingen net voor, komt dat net voor kreeft, en is dat dan voor, dus eind mei, dus van 20 mei, laten we zeggen, tot 21 juni, zoiets. Dus laat ons zeggen, in die periode, de komende 3 maanden, gaat het ook duidelijker worden. En ga je ook meer, niet alleen zien wat dat de stappen zijn om daartoe te komen, maar ga je door naar binnen te gaan, en dan vanuit wat je van binnen voelt, de nodige aanpassingen te doen in jouw fysieke wereld, ga je zien dat jouw wereld, je fysieke wereld, zich uitleent met de innerlijke innerlijke eenheid die je gecreëerd hebt in jezelf. En de Lover's Card met Union is zo even opgeplopt en er weer in het dek gekropen, bij wijze van spreken. Maar ik heb eventjes gekeken welke kaart dat was, en het was de Lover's Card. Dus die Union, of het nu gaat over een partner, of het gaat over een manifestatie, of het gaat over een manier van zijn, dat is er aan te komen. Maar je zou moeten je neerleggen, onthechten, overgaven aan het feit dat er ook dromen zijn die er nog niet zijn. Of dromen die er misschien nooit gaan zijn, omdat ze eigenlijk niet goed waren voor jou. En dat ze volledig vanuit een oude identiteit en vanuit vanuit het verleden, vanuit iets die niet jou is, werden ontstaan.
En daarom kregen we ook de King of Cups met emotionele meesterschap. En onderaan het deck The Chariot met Strength of Will. En een Family Legacy met de 10 van munten. Dus dat is een hele mooie boodschap. Want hoe meer dat je meesterschap krijgt over je emoties, hoe meer dat je leert om in die overgave te stappen, om te onthechten, om te vertrouwen in het feit dat eigenlijk je wensvervulling er al is, dat is het moment, of dat zijn eigenlijk de sleutels, punten, waarop dat je al hetgeen dat je wilt voor jezelf en voor je familie of voor je naasten te gaan creëren, wat dat is hetgeen dat je gaat gaan manifesteren. Ofwel is het gewoon voor jezelf, het hoeft daarom niet voor je familie te zijn. Dat is hetgeen waar dat je mee bezig bent en waar je aan het leren bent. Maar wat hebben we nog te doen? We krijgen de maan, de strength card en de 5 of wands. Wat hebben we te doen? Nog dieper naar binnen te gaan. Het onbewuste bewust maken. En dieper te vertrouwen op een onzichtbare kracht. Die kracht die er is in onszelf. Waar we een deel van uitmaken. En vandaar ook die eenheid. En wij weten en begrijpen dat er in principe geen blokkades zijn. Behalve degene dat we denken die er zijn. En dat we ervan uitgaan dat de balans hersteld is. Dat wat dat er ook gezegd wordt in readingen, in voorspellingen, wat dan ook. Jij bent nog altijd de meester. En jij beslist nog altijd wat datgene is dat je toelaat om te verschijnen in je realiteit en wat niet. En ik weet dat is een hele moeilijke, want dat betekent ook dat je dan moet toegeven dat de realiteit die je nu hebt iets is dat je zelf gecreëerd hebt en dat dat voortkomt uit ideeën die nog niet volledig afgestemd zijn op die eenheid en op die overvloedige persoon. Wat geef ze als advies? Verbind met de natuur. Maar dat betekent ook verbinden met jezelf, met je eigen natuur, met wie dat je diep van binnen bent. En wat krijgen we aan de onderkant terug? De zon met radiant energy. En de 5 of cones met left out and the cold. Dus wanneer je gaat blijven focussen op het feit dat je het gevoel hebt dat je in de steek gelaten bent, want zoals je weet is dat een heel zwaar thema, die sinds Lemuria, de loergang van Lemuria en Atlantis in onze DNA vastgeroest is, zou ik bijna zeggen, dat zijn allemaal stukken dat we dieper moeten en mogen gaan healen. En het is door je te omringen met gelijkgestemden, het is door te leren hoe dat je vanuit je eigen energie kan gaan manifesteren door te leren werken met universele vlammen. Ik weet het, ik heb het al een miljoen keer gezegd en ik ga het nog oneindig veel keer blijven zeggen. Maar dat is een superkrachtige tool waarin je leert om je verantwoordelijkheid en meesterschap te nemen over je leven, zonder dat je afhankelijk bent van anderen. We krijgen ook de Ace of Cups. Dus als je dat nieuw begin wilt, in je emoties, in je geluk en die innerlijke vrijheid wilt en vrijheid in het algemeen, maar en die innerlijke rust wilt en die balans echt wil gaan ervaren. Eigenlijk zo, ik kan niet zeggen elke dag gelukkig zijn en elke dag happy, blij. Dat is een utopie, dat is ook niet realistisch. Maar dus, laat ons zeggen, om 85% van de dag doorheen te kunnen gaan en in die hogere energie kunnen blijven, waarin dat je jouw gedragen voelt, waarin dat je comfortabel voelt, waarbij dat je geliefd voelt. De stap daar naartoe is door naar binnen te gaan. Door te vertrouwen dat het universum ook voor jou gaat zorgen. En ook al zie je het niet op dat moment, ook al vertrouw je het niet, om toch, ik zou zeggen, gebruik dat eventjes van mijn vertrouwen. En we kregen opnieuw de Lovers nu, maar met Union, die floept er nu wel uit. En opnieuw de Chariot. Wanneer hij dan binnen gaat, wanneer hij dieper vertrouwt, wanneer hij durft los te laten en te zeggen van oké, kijk, ik geef op universum. Ik weet het niet meer, ik kan niet meer, ik ben uitgeput, ik ben moe om het alleen te doen. Toon mij de weg. Dat is wanneer dat moment is dat de magie gaat vooruitgaan. En dan ga je zien dat het harde werk dat je gedaan hebt, van het innerlijke werk, dat dat zijn vruchten gaat beginnen afwerken. Wat is het als afsluitende boodschap dat we nog kunnen meegeven? Ademen, focus op je ademhaling, dat is een hele belangrijke. En we zien nu de 3 van wanten met lack of foresight. Ja. Het eerste wat je nu te doen hebt, en daarvoor was ook de afgelopen periode in de rander, is eigenlijk om terug jouw eigen vlam te ontdekken. Om terug je eigen passie te ontdekken. En te begrijpen dat er ook heel veel dingen gebeuren die voorbij jouw controle zijn. Maar dat ook aan jou is om toe te laten om verrast te worden, om voor gezorgd te worden. Want heel vaak sluiten we eigenlijk ons volledig af, gewoon door al de teleurstellingen en al de
plannen die we gehad hebben, maar die blijken op niets uit te draaien. En dus, wat zegt Spirit, wat zeggen de lichtwezens van de eenheid? Van ga naar binnen. Ga naar binnen, luister en verbind met die vlam in jezelf. Verbind met die idee van wat je zou willen delen met anderen. Verbind hoe dat je, met het beeld van hoe dat je de wereld ziet. In welke wereld zou je willen leven? En daar zit net de kracht, omdat je, als we dat allemaal doen en verbinden allemaal met die verbinding dat we hebben met ons hogere zelf, met ons ziel en dus met ons hart en de meest zuiverste passie die er is, dat dan overal kleine lichtjes ontstaan. En door het feit dat we allemaal met elkaar verbonden zijn, ja, dan ontstaat er één heel groot licht, waardoor dat we samen de wereld nog meer omhoog tillen. Welke vlammen kunnen we deze week nog gebruiken? Ik hoor de diamant-violette vlam. En wat is er nog? De groen roze is ook voor iemand. En we hebben nog de appelblauw zeegroen. Met dankbaarheid en aartsengel zatkeel. Dus dat zijn de kleuren en de vlammen, dus de frequenties waar we deze week mee kunnen samenwerken. Als je dus wilt leren hoe je daarmee samenwerkt, in een van de vorige video's heb ik zo'n kort voorbeeld gegeven. Wil je dan nog dieper en langere transmissies met de vlammen voor specifieke thema's, voor jouw onderneming, voor jouw magnetisme te versterken, voor eventueel trauma uit, voor ouderlijke lijnen, wat dan ook, te gaan transformeren. Daarvoor raad ik je aan, dat was alles in één, om het programma Universele Vlammen te gaan volgen. Omdat net daarin heel veel dingen geleerd worden. Zeg van, Lindsay, ik wil direct all the way gaan. By all means, be my guest. En dan raad ik aan om in te schrijven op het programma De Spirituele Ondernemer Onthuld. Omdat ook daar het programma van de vlammen als bonus toegevoegd is. Dus dan krijg je daar alles onmiddellijk in één. En dan heb je eigenlijk echt alles wat je nodig hebt. Je hebt niks nodig uiteindelijk. Maar die jou helpt en die behulpzaam is om je verder te brengen tot dat meesterschap. Op dit moment is er ook een kortingscode van 11%. En dat is het woord liefde in hoofdletters. Maar ik denk niet dat het verschil uitmaakt of je nu een kleine of een hoofdletters gebruikt. Maar dus liefde geeft dat in bij je bestelling. Is van toepassing op alles die meer is dan 50 euro. Dus het enige wat je niet kan voor gebruiken zijn de betalende transmissies. Maar ja, als je de programma's gebruikt, dan krijg je daar de transmissies er gratis bij. Voilà. Dat was voor nu. Ik wens je alvast een fantastische week. Hou rekening mee dat het volle maan is en dat Mercurius weer vooruit gaat gaan. Dus verwacht ook verschuivingen, verwacht ook inzichten, verwacht ook dat je meer inzichten gaat krijgen in wat hetgeen is dat je hier te doen hebt. Wil je bijvoorbeeld hulp rond wat betekent Saturnus in mijn kaart, wat betekent die vertex in mijn kaart? Daar raad ik jou aan om een transmissiegesprek of met mij te reserveren, een transformatiegesprek, dat was eigenlijk, ik dacht dat er klopt iets niet, een transformatiegesprek, dat is een 1-op-1 gesprek, via, dus online, via Google Meet of WhatsApp, dat we dan videobellen. En dan kan je gedurende het uurtje vragen stellen 1-op-1 aan mij. Ik was daarmee gestopt, op vraag van mijn team heb ik dat nu eventjes weer opengezet, dus kan je dat ook weer reserveren. Ik zal het link hieronder ook de video delen, omdat het eigenlijk niet meer zichtbaar op mijn website aanwezig staat. Dus mocht je dat willen, dan kan je ook daar. En ook daarvoor kan je de code, de kortingscode van 11% voor gebruiken. Voilà, dat was het. Ik ga het hierbij laten. Ik ga een video uploaden. En ik wens je alvast een fantastische dag. Dag!